gaan we door naar de eenheid Midden-Nederland in Vinkeveen op de A2. Surfjante, Patrick en Jan Bart volgen een grijze golf die een merkwaardig rijgedrag vertoont. Zo, sportieve bocht. Zie je hem eruit breken? Ja. En daar had hij 100 rijden. Denk het niet. Inderdaad niet. Het sportief verandert in levensgevaarlijk als de man opeens met zeer hoge snelheid invoegt. Zo. Yo. Jezus. En dan gaat hij vol in dans. Dat is vooral achterlijk. Gaan we die nou even meenemen? Een idiootje. Meteen meenemen. Hop. Goedendag meneer. Ik ben de verkeerspolitie. Mag jij even de motor uitzetten? Ik zou graag even je rijbewijs willen. Alsjeblieft. Wat ben je aan het doen? Vond je dat normaal wat je net deed? Nee, dat was niet normaal. Waarom doe je het dan? Wij vonden het een hele rare actie. Een actie die eigenlijk helemaal nergens over gaat. En wij vragen ons echt af wat de reden is om zo te rijden. Dat geeft een groot gelijk. Ja. Dus ik nam die bocht even. Ik heb deze auto nog niet zo lang en wilde het even proberen en ik keurde het niet goed. Ja. En toen reed ik, toen voegde ik in en toen zag ik was eigenlijk hard ik reed. Dus vandaar dat ik ook een beetje gem. Ja. Toen dacht ik, is dus je had niet in de gaten hoe hard je reed? Nee, niet in dat stukje van. Dat is kwalijk. Misschien moeten we dan je rijbewijs innemen en opsturen naar het CBR. En even vragen of dat ze een geschiktheidstest kunnen doen of je wel geschikt bent als je niet weet hoe hard je daar rijdt. Nee, het is niet dat ik moet wel in het zachte. Nee, maar je had niet in de gaten dat je veel te hard reed. Nee, wel te hard. Oké. En dan ook zo invoegen. Gewoon het invoegen, dat was echt de druppel. Dat was echt dat ik denk van nou. Nee, dat was zeker niet zo. We gaan zo heel even de beelden terugkijken of dat we misschien wel op basis daarvan je rijbewijs kunnen invorderen. Nee, er zit wel een artikel 5 in hoor. In 150, moet je kijken wat hij doet. Kijk eens. Ja. Als er ook mee. Ja, dit is een artikel 5, joh. Ja, er is al even uit nodig in de auto. Ja. Je mag heel even voor in de auto bij ons komen zitten en dan laten we heel even de beelden zien. Goedendag meneer. Goedendag. Dag, Van Dorrestein is mijn naam. Nou, u heeft net al met mijn collega gesproken. We hebben van het hele verhaal hebben we filmopname gemaakt. Dus misschien is het goed om het vanuit een andermans standpunt te kijken. Dus de overige wegmisbruikers waar je mee rijdt, wat jij dan doet. Dit is onze snelheid, echte snelheid. Uh-huh. En op het moment dat jij nu niet uitloopt, hier ga je al op de vluchtstrook, pak je totaal, ga je met 110 de bocht door. Ik wist niet dat ik zo breed zat. Zo breed, je pakt totaal de vluchtstrook. Dit is onze snelheid en jij loopt op dit moment van ons uit. In ieder geval niet op ons in. Hier ga je al naar de 140. 150 en je loopt niet. En let op wat je doet. Ja. Kijk eens wat een marge. Die Skoda die weet niet eens wat hem is overkomen. Nee, dat is. Als ik het zo zie, dan ziet het er belachelijk uit. Niet alleen belachelijk, maar zo gevaarlijk wat je doet. De marge is nul. We kijken hem nog een keertje door, zodat je het echt goed kan zien. Moet je voorstellen, die auto's die daar rijden, die hebben geen benul dat wat eraan komt voor een raket. Heer. Ja. Dat kruis naar elkaar toe. Je kunt niet geweten hebben dat je dit haalde. Dit was puur. Ja, ik weet niet wat het was, gokken. Dat je het voor jezelf doet, dat vind ik ook niet goed, hè? Nee, natuurlijk niet. Maar wat je 1, 2, 3 auto's om je heen aandoet, ja, dat is gewoon bizar. Op basis van dit wordt je rijbewijs ingevoerd op basis van artikel 5, artikel van de Wegenverkeerswet. Dat inhoudt dat je dusdanig gedraagt dat gevaar en of hinder kan worden veroorzaakt. Dat betekent dat het vanaf nu niet meer toegestaan om een voertuig te besturen waarvoor je een rijbewijs nodig hebt. Okay. Voor nu zul je moeten zorgen dat iemand jou hier komt halen en dat je auto opgehaald wordt. Ja. Kan je iemand bellen daarover? Ik ga wel even bellen. Okay. De bestuurder is voorlopig zijn rijbewijs kwijt op basis van artikel 5 wegens het veroorzaken van gevaar. De verdere afhandeling loopt via de officier van justitie.